Zoals ik net al zei, is er een oude wet en een nieuwe wet. In de oude wet was het zo geregeld dat de toezichthouder, de CTIVD, ook een rol had bij toetsing vooraf. In de oude situatie was het zo dat als iemand een operatie wilde opstarten, dan werd een advies gevraagd aan de minister. En dat werd getoetst door de CTIVD. Als nu de minister ja zei, en de CTIVD zei nee, dan moest de minister dat heroverwegen. Als de minister daarna nog steeds ja zegt, dan is de CTIVD verplicht om dat meteen te melden aan de commissie stiekem in de Tweede Kamer. En dat komt ongeveer neer op het melden van die spionage in de story of de privé. Door nu dat stuk toetsing uit de CTIVD te halen en in een apart orgaan onder te brengen, de Toetsingscommissie over Inzet en Beschikbaarheid, de TIB, is dat probleem voorkomen. Maar die TIB die bestaat uit 3 personen, 2 rechters en een deskundige. En bovendien is het zo dat maar 1 van die 3 geconsulteerd hoeft te worden. En er hoeft er maar 1 te zijn die ja zegt. Waarop de Raad van State zegt, ja, maar er is geen toezicht op die TIB. Die TIB heeft eigenlijk helemaal geen kennis en geen ervaring in dat spionnenvak. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Eigenlijk, zegt de Raad van State, die hele TIB lijkt eerder een soort excuustruus voor de minister van Binnenlandse Zaken als die onverhoopt ja of nee zegt. Terwijl dat eigenlijk niet mag. Blijkbaar is het niemand opgevallen. Want er zijn geen vragen over gesteld in de Tweede Kamer. En ook niet in de memorie van toelichting van maar liefst 366 pagina's. Er wordt nergens met ook maar 1 woord over gerept. Behalve dan door de Raad van State. Oh ja, en nu dan in deze film. Een ander raar punt is dat de TIB er is om vooraf toestemming te geven voor iets. Maar er staat nergens iets over controle op de TIB. Of over de werkzaamheden van de TB. Of wie er in de TB zitting gaan nemen. Nou ja, tot afgelopen 19 januari. Toen kwam ineens de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken met de aanbeveling dat ene mevrouw Mariette Mousseau maar voorzitter van de TB zou moeten worden. Een strafrechter uit Den Haag. Die als bijbaan af en toe bij het ministerie toetsingen doet voor de oude spionagewet. Ja, dan vraag ik je. Iemand zonder kennis of ervaring in het spionnenvak. Sinds een paar jaar strafrechter en dan voorzitter van de TIB. Het moet niet veel gekker worden. Zoals het er nu naar uitziet vervult de TIB eerder de rol van excuustruus om zo mogelijke politieke schade aan de minister te voorkomen. Immers, door toestemming te vragen aan de TIB kan bij een échec de minister haar handen wassen in onschuld, terwijl het kwaad al is geschied. En de betreffende rechter eveneens buitenschot blijft, omdat ze geen verantwoording hoeft af te leggen. Simpel gezegd, we maken er een doofpot van, zodat we zeker weten dat er voldoende in past. Over bewaren gesproken, door naar het volgende onderwerp.